Hoi, ik zit vandaag op de Witte de Witstraat in Rotterdam. Zoals je achter mij ziet, ik zit vandaag bij de Bierboutique. En de Bierboutique is eigenlijk een bierbar, maar die zich ook met name richt op vrouwen. Dus dat vrouwen zich ook welkom voelen. En dat doen ze niet alleen met het interieur, maar ook door iets heel tofs wat op de kaart staat. En daar wil ik eigenlijk even met jullie naar kijken, dus volg mij! Nou, en craft beer zijn natuurlijk echt al langer een hype in Nederland. Je ziet overal biercafés en kleinere bierbrouwers opduiken. En dit is een duidelijke spin-off daarvan. Ze hebben hier echt verstand van bier. Dus er staat zelfs elke dag een biersommelier, dat is Lisa. En zij heeft dus echt een studie gedaan in bier en bierproeven. Ze kan ook allerlei dingen herkennen daaruit. En je ontzettend goed adviseren over bier. Waardoor je eigenlijk sneller durft te vragen waar je zin in hebt en wat je graag wel of niet drinkt. En zoals je ziet is het interieur al heel erg vrouwvriendelijk. Je moet maar aan een cocktailbar denken en daar staat eigenlijk de twist. Dat staat ook op de kaart. Ze hebben geen cocktails, maar hoptails. Ja, dat is eigenlijk simpelweg een fijne cocktail met bier. En het is ja, natuurlijk het ultieme vrouwendrankje als je zelf een avondje uitgaat en dan met bier gecombineerd. Een heel bijzondere twist eigenlijk op een bestaand product. En wat ik denk dat we hiervan kunnen leren is dat zij dus echt gekeken hebben naar wat voor product is er nu op dit moment booming. En hoe kunnen we dat nou eigenlijk combineren aan een bepaalde doelgroep die daar wat verder vanaf staat. Nou, dat hebben ze dus gedaan onder andere door het interieur, maar ook zeker door de kennis toe te voegen. En dus deze gave nieuwe producten eigenlijk op de kaart te zetten, hoptails. Dit is wel echt een tip van de kenner. Ga hier eens lekker naartoe om een drankje te doen.